wat is service en invitatie? En ik heb ook een telefoonnummer voor u. Oh, ogenblik. Even mijn bril gaan pakken, want ik ben mijn bril vergeten. Sorry, ogenblikje. Ja, nee, even rustig aan. Oké, zegt u maar. 036. 036. Dan 54. 54. 92. 92. 760. 760. Dus 036. 54. Ja. 90. 92. Ja. En dan 760. Ja, precies. En wie moet ik hebben? Nou, Tamara waarschijnlijk, maar daar zitten collega's die weten ook van dit werk dan. Oké. En ze zijn de mensen. Ik met de mensen van Steden, van die de projecten van Steden inwandelen. Dus de Tamara werkt voor het stadion, is niet van Hemubo? Nee, die werkt wel voor Hemubo, maar die doet alleen het werk voor Steden. Oh, oké, ik begrijp het. Ik zal even gelijk bellen. Ja, oké, succes. Dank u, dag. Dag. Oké, jullie hebben gehoord, dus ik ga gelijk bellen. Oké. Ogenblik. Oké, hier heb ik. Ik ga gelijk dit als contact toevoegen. Even kijken. Maar volgens mij, dit is een algemeen nummer. Het is niet in gebruik. De verbinding wordt nu verbroken. Nou. This number is not available. You will be disconnected. Dit nummer is niet... Even zien, misschien is het iets mis hier. Is dit nummer niet bereikbaar? Probeer het later nogmaals. The number you are calling is not reachable. Please try again later. Nou, ik ga weer Hemubo bellen, maar deze telefoonnummer doet niet. Dus ze hebben mij toen nog mijn telefoonnummer doorgegeven. Maar het doet niet. Dus ik ga even Hemubo weer bellen. Oh nee, sorry, ik heb een verkeerd gebeld, sorry. Oké, dag. Dit is echt te gek voor woorden. Even kijken. Ja, hij heeft hem een algemeen nummer gegeven. Doei. Hemubo, goedemiddag, gesprek met Bianca Reigers. Ja, hallo, goedemiddag. Ik wil even hebben, Tamara, zij doet de opdrachten voor het stadion, begrijp ik. Ja, en wat is uw adres? Ik woon in Den Haag op... Oké. Ik heb direct gevraagd naar Tamara... Omdat ik heb begrepen dat zij is degene die de opdrachten van het stadion uitvoert of doet of regelt of wat dan ook. De hele dag hiermee bezig. Ja,
Ja. De hele dag. Ja. Thank you.
Ja, hallo, goedemiddag. Ik heb naar Tamara gevraagd. Ja, als je even een momentje hebt, ga ik even kijken of ze beschikbaar is. Oké. Dank u wel. Is goed. Dus je vraagt naar Tamara, je krijgt iemand anders. Die gaat weer Tamara opzoeken. Hemubo, in opdracht van het stadion. Goedemiddag, Hemubo, met Tamara. Ja, hallo, goedemiddag. Ik heb je naam gekregen van andere medewerker van Hemubo, omdat een brief is achtergelaten in mijn brievenbus. Voor de inplanning van een afspraak voor de badkamerrenovatie. Ja, dat klopt. We proberen u al een tijdje te bereiken en zonder succes. Dus ik ben blij dat u belt. Ik kan daar de afspraak maken. Oké. Okay. Wat gaat om de badkamerrenovatie? Ja, maar ik wil even begrijpen wat wordt bedoeld precies met renovatie. Want ik begrijp dat de benedenburen hebben gemeld een probleem van lekkage in de badkamer. Maar gaan jullie de tegels van mijn badkamer vervangen? Nou, niet alleen de tegels, maar echt gewoon de vloer, de tegels. We gaan echt gewoon de badkamer helemaal opnieuw maken. Zodat de lekkage naar beneden verholpen wordt. Dus de bedoeling... Maar dat is in verband met de lekkage? Ja, precies. Kijk, als we de vloer eruit halen en de wanden eruit halen, kunnen we kijken waar de lekkage vandaan komt. Maar bedoelt u de tegels van de muren ook? Ja, ook echt van de vloer. Dus echt de hele badkamer gaat eruit. Dan komt er een hele nieuwe badkamer in. Oké. Okay. En daar wilde ik graag een afspraak met u van maken. Oké, okay, is goed. En hoe lang zou deze klus in beslag nemen? 10 werkdagen. 10 werkdagen? Wauw. Oké. Ja, dan kun je 2 weken niet douchen. Ik kan niet douchen in 10 dagen? Nee, als alles uit is, kunt u niet douchen. Wauw. Oké, ik heb het begrepen. Oké, is goed. Ja, het is een opdracht van de woningbouw, omdat je buren er last van hebt, dus vandaar. Oké, en de belofte is dat het probleem gaat opgelost worden voor de buren, zonder dat extra problemen voor mij voorkomen. Ja, precies. Ja. Oké, dus ja. Laten we in plannen. Oké, kunnen wij bij u beginnen op... Kijken, want ik heb ook verschillende afspraken, dus ik moet even kijken. Ogenblikje op mijn agenda. Ja. Oké, jullie hebben alles gehoord. Dus ik moet mijn agenda checken, want ik heb een paar afspraken dat ik kan niet opzeggen. Het zijn medische afspraken. Dus als ik mijn agenda heb gecheckt, ik ga even gelijk terug bellen. Maar misschien kan ik niet ophangen. Ik kan gelijk even dit doen. Ik ga mijn medische afspraken... checken en gelijk bellen. Want anders moet ik een nieuwe video maken en ik ben al moe van. Het is al 1 uur, ik heb niet eens kunnen eten. Want ik heb meer dan 1 afspraak die medisch is. En daarna nog andere afspraken dat misschien kan ik wel opzeggen, maar... Ik moet even zien. Even zien als ik haar weer te pakken krijg. Maar dit is een algemeen nummer. Ze geven hun directe nummer niet. Hemubo, goedemiddag, gesprek met Bianca Reigers. Ja, goedemiddag. Ik wou heel graag met Tamara. Ik heb net met haar afgesproken dat ik zou terugbellen. Oké, ga ik kijken voor je moment. Oké. Hier gaan we weer. Nou, moderniteit en die consortiums en monopolieën zijn beslist het ergste dat een maatschappij kan overkomen. Dit brengt geen geluk, dit brengt geen welzijn, dit brengt alleen maar ellende. Ja, hier ben ik weer. Ja, het kan wel. We kunnen wel om... Wat ik ga doen, de uitvoerder komt ook nog bij u langs voor een opname. Dat doen we meestal 1 of 2 weken van tevoren. Oké. En dat zou de
met de bevestiging van alle afspraken. Oké. Okay. Dan kun je een e-mail sturen met alle afspraken erin. Oké. Okay. En mocht het alsnog niet doorgaan of heeft vragen, moet ik wel te bellen. Oké, okay. Die meneer die komt om even te zien wat moet gebeuren? Ja, en dan maak ik net wat foto's gewoon, weet je, van hoe het er nu uitziet. En dan maak ik een opname voor alle vakmannen wat ze moeten doen. Oké, okay, ik moet gelijk even doorgeven dat in mijn badkamer staat de wasmachine die zo zwaar is dat ik kan niet zelf bewegen of eruit halen. Ja, maar het moet wel weg zijn als we gaan beginnen. Oh. Als je voor de opname niet, hè, dus dan laat ik alleen maar kijken. Oké. Okay. En dan gaat hij u vertellen dan wat verder de bedoeling is. Dus de wasmachine moet van de badkamer af? Ja, want de hele badkamer gaat eruit. Oké, okay, begrepen. Dan gaat hij u vertellen hoor, dan. Ja? Oké, okay, is goed, begrepen. Oké, okay, is goed. Fijne dag, bedankt voor het terugbellen. Oké, okay, dankjewel, dag. Ja, oké, okay, jullie hebben gehoord. Dus deze zijn de afspraken die worden gemaakt. We hebben twee afspraken. Ze beloofden dat ze gaan het probleem van lekkage van de benedenburen op te lossen zonder ellende, ellende, en schade aan mijn privébezittingen of mij als persoon te verrichten of aan te doen. Dat is wat ze mij hebben beloofd. Jammer genoeg, dat is niet wat de meeste mensen vertellen in sociale media. Dus ik ga even kijken wat gebeurt, maar alles wat gebeurt komt op sociale media. Alles. Elke stap van wat gaat gebeuren. Ik ga ook foto's maken van mijn eigen badkamer die niks mankeert. Ik zie geen nood om de tegels van de badkamer aan de muur te vervangen. Misschien toch wel aan de douche, dat begrijp ik wel. Maar aan de muur, ik zie het niet. Ik heb een enorm probleem van een schimmel hier in deze woning die mijn gezondheid heeft aangetast. Omdat ik woon in deze woning al meer dan 10 jaar. En dit probleem wordt niet opgelost door het stadium. Dus als ze zoveel zorg maken over ons welzijn en gezondheid, ze zouden toch wel iets proberen te doen? Nee, dat niet. Omdat dat is te veel, te structureel, het kost te veel geld en interesseert ons niet. Interesseert ze niet wat met ons gebeurt eigenlijk. Dus tot de volgende video en hou je tune. Ik moedig mensen aan om hun verhaal in sociale media te vertellen. Dit is zeer belangrijk. Het is niet alleen maar belangrijk voor jezelf, voor je eigen belangen. Daarom zeg ik dat belangrijk is, belangrijk voor jezelf. Maar het is ook relevant. Relevant voor de situatie van vele duizenden mensen, overal in het land, die de dupe van worden van die zogenaamde renovaties. Waarin, in de naam van een probleem op te lossen, worden vele problemen gecreëerd voor andere bewoners. Dus, tot de volgende video.